wel een tijdje te vissen. Ik krijg ook wel wat aanbeten. Maar het loopt eigenlijk niet zoals ik wil. Ik ben begonnen met het gebruiken van een gewone standaard gaaskorf. Deze ligt eigenlijk na de landing op het water heel snel op de bodem. Het is hier ook erg ondiep. En vervolgens kan ik hem bijna niet verslepen omdat de korf simpelweg in de modder is gezakt. Het is dus tijd om te wisselen van voerkorf. Wat ik ga gebruiken is deze korf met vleugeltjes in hetzelfde gewicht, 20 gram, gemaakt van plastic. Even wisselen, dat is een fluitje van een cent. Zo. Wat is nu het verschil? Het gewicht is gelijk, maar deze vleugels zorgen ervoor dat de korf langzamer zakt, dus minder onrust veroorzaakt op de visstek en bovendien beter op de modder blijft leggen in plaats van dat hij erin zakt. Je kan je voorstellen dat als je de korf wil verslepen, dat het met deze korf ook veel gemakkelijker gaat. Gauw proberen. Ja, je merkt het nu al tijdens het afzinken. Het duurt gewoon dubbel zo lang voordat deze korf de bodem bereikt. Nou, dat is precies wat ik wilde. En je houdt het niet voor mogelijk, maar de aanbeet volgde direct. De korf lag nog maar een seconde op de bodem. Misschien twee. En direct een aanbeet. Nou, we weten dus één ding zeker. Deze korf veroorzaakte geen onrust. Super. Houd de hengel mooi horizontaal, zodat je in de zwemrichting van de vis trekt en de vis komt gemakkelijk mee. Mooie vis. Hele grote voren. Wauw. Dat is een gave vis. Nee, het is een hybride. Oh. Nog groter als ik al dacht. Schitterende vis, ik kan wel zeggen, gevangen dankzij het korfje met de vleugels.